Mijn naam is Harry Muske. Hierbij vertel ik mijn getuigenis. Ik ben geboren in Nieuw-Amsterdam. Bij ouders waarvan er eentje enigszins iets met het geloof te maken had. En toen ik een kleine jongen was, ging ik af en toe nog wel eens met mijn moeder mee. En ik kan me herinneren dat het altijd een fijn gevoel was. Altijd een opgewekt gevoel kwam ik daar weer vandaan. Veel vrienden heb ik nooit gehad, zodat ik op het voortgezet onderwijs kwam. Daar leerde ik een paar jongens kennen, bij mij in de klas. En die namen maar zwaar op sleeptouw. Daar ontstond eigenlijk mijn periode van uitgaan en de discotheek. Live muziek. En weet je, zoals later bleek, ontwikkel ik daar ook een ongezonde behoefte naar het vrouwelijke geslacht, zeg maar, naar meisjes. Maar ja, via een van die jongens kwam ik al snel in aanraking met een zus van een van die jongens, waar ik ook uiteindelijk een relatie mee kreeg. En we waren meer als een soort van troost voor elkaar, want zij vond niet echt wat ze wilde en ook niet in hoe ze eruit zag en ik ook niet echt. En we vonden troost bij elkaar, dus zo groeide dat naar elkaar toe. Maar niet op een gezonde manier, zoals een normale relatie hoort te starten. Ja, muziek was voor mij wel een echte uitlaatklep. Kon voor mij niet hard genoeg zijn. En voorbeelden zijn Nirvana of Metallica. Dat zijn slechts enkele voorbeelden. Maar weet je, ik werd er steeds negatiever van en op een gegeven moment ook heel depressief. Ik ben 10 jaar aan de medicatie geweest. Meer als een gewoonte ging ik uiteindelijk ook trouwen met die zus van die goede vriend. En ondertussen, om mijn zelfvertrouwen wat meer op te krikken, ging ik naar de sportschool. Ja, ik kreeg er echt, echt meer zelfvertrouwen van. Begon een beetje te groeien en kreeg wat meer respons van het vrouwelijk geslacht. En ik groeide daar meters van. Mijn broer heeft een café in Koevoorne gehad, waarbij ik in de beginperiode veel hielp met de ganzenmarkt. En daar ontmoette ik ook een vrouwelijke medewerker, waar ik het gewoon heel goed mee kon vinden. Je werkte ermee, maar uiteindelijk, omdat ik zo'n behoefte had naar het vrouwelijke geslacht, is daar mijn eerste moment ontstaan van vreemdgaan. En uiteindelijk is dat het beginpunt geweest van het einde van mijn eerste huwelijk. Leren kennen vanuit het café. We leren elkaar kennen en we raakten in gesprek over van alles en nog wat. We hadden allebei zo onze problemen in onze relatie. En we waren niet echt tot elkaar aangetrokken, maar herkenden elkaars verhaal. En raakten toch steeds meer naar elkaar toe. Nader tot elkaar. En uiteindelijk, toen mijn huwelijk gestrand is, ben ik dus met Marjolein verder gegaan. We hebben een hele goede tijd samen doorgebracht. We hebben veel leuke dingetjes gedaan, veel uitstapjes gemaakt. Maar uiteindelijk kon ik ook mijn eigen behoeftes niet achterwege laten. Ik bedoel, dat vreemdgaan, dat zat er nog steeds in. En weet je, elke keer dat we uitgingen, was voor mij elke keer weer voor mij het punt om als jager weer op jacht te zijn. Ze accepteerde dat natuurlijk op een gegeven moment niet meer. En op een gegeven moment kwam ze in contact met een collega die gelovig is. En die aan haar vroeg van, ga eens mee naar de kerk. En dat heeft ze toen ook gedaan. En ze heeft nog een Bijbel gekregen die ingepakt zat. De collega die zei ook van, weet je, als je de behoefte aan hebt, dan pak je hem uit en anders dan laat je hem gewoon ingepakt en dan geef ik hem aan de volgende. Marjolein die vertelde mij dat ik zei nog zo tegen haar van, weet je, waar jij nu mee bezig bent, ja, dat is echt niet goed voor onze relatie. Dat gaat echt de verkeerde kant op. Dus ze is gewoon gegaan. Op een gegeven moment kwam er een andere collega naar Marjolein toe en die zei van, wat hij had tegen haar gezegd. Weet je, ik ga zondag naar een kerkje in Klazinneveen. En dat heeft ze mij ook verteld. En ik zeg, ik,
ik vind het allemaal prima dat jij zondagmorgen meegaat. Maar voor mij is het niks. Ik laat mij maar mooi in bed liggen en ik slaap al door. En ik zie wel als je er weer bent. En weet je, die nacht kon ik gewoon de slaap niet vatten. Ik lag aan van alles te denken, van mijn verleden, van Anouk, van mijn dochter dus. Allerlei dingen wat ik had meegemaakt. Ik ben van alles gaan opschrijven. Er ging van alles door mijn hoofd. Ik ben heel veel dingen gewoon gaan opschrijven, heel simpel. En ik heb daar gewoon de hele nacht gezeten. En 's morgens vroeg heb ik Marjolein wakker gemaakt. En toen heb ik de keuze gemaakt om ook echt duidelijk naar haar toe te zeggen van weet je, ik ga wel een keer mee. Dan ga ik wel een keer mee naar de kerk en dan zie ik het wel. En die zondagmorgen ging ik dus mee. En ik zat daar in dat kleine zaaltje. En er zaten niet veel mensen, maar ik had echt het gevoel, ik zit hier helemaal alleen. Weet je, alles wat gezegd wordt, is puur betrekking op mij. Dat was, voor nu gezegd, was dat mijn eerste keer dat ik echt een aanraking heb gehad. Ja, precies de dingen die mij dwars zaten, waar ik aan dacht en die ik had opgeschreven, die werden die ochtend ook gewoon benoemd. Gewoon wat mij voor mij persoonlijk bedoeld was. Ja, een paar dagen later, toen zat ik op de bank. Ik zat gewoon thuis tv te kijken en ik kreeg zo in één keer het besef in mij van, weet je, mijn leven is niet zoals die nu verloopt, is gewoon een realisatie van waar ben je eigenlijk mee bezig. Mijn realisatie van goed en kwaad was in één keer heel duidelijk. Ik was gewoon niet goed met mijn leven bezig en ik had gewoon een radicale bekering nodig op dat moment. En die inzichten kreeg ik op dat moment ook. Dus dat was voor mij het moment van bekering. Weet je, ik besefte me op dat moment dat ik Jezus nodig was. Ja, weet je, Marjolein had op een gegeven moment de fontein gevonden. En daar ging ik ook een paar keer mee heen. En de eerste paar keer weet ik nog. Mensen stonden met handen in de lucht en roepende allerlei dingen. En weet je, zo vreemd voor mij. Ik dacht van, waar ben ik hier beland? Dus echt, ik had op dat moment ook het gevoel van, dit is één keer, maar hier kom ik nooit weer. En weet je, vervolgens ben ik toch nog een paar keer mee geweest. En ik heb ook nog een paar keer datzelfde beleefd als in Terzinenveen. Dat er gewoon het onderwerp naar voren kwam wat bij ons thuis gesprekstof was. Of waar ik moeite mee had. Dat waren elke keer weer momentjes in mijn leven, op dat moment, dat ik dacht van, maar dit is niet, dit is geen toeval. Dit heeft gewoon een betekenis voor mij. Dit is gewoon naar mij toe gericht. Daarna zijn er, toen wij uiteindelijk zijn gedoopt, zijn er de dingen gewoon heel vlot achter elkaar aangegaan. En onze bekering was best wel radicaal wat dat betreft. Weet je, we zijn allebei getrouwd geweest. We zeiden altijd van, weet je, we gaan allebei niet meer trouwen. Want ja, wat voegt dat nu nog toe? Na onze doop was dat heel duidelijk voor ons en begon dat steeds meer te groeien van. Weet je, wij willen voor zeker nog trouwen met elkaar. Want we doen dit omdat we dat voor de Heer willen doen op dit moment. Mijn leven is echt radicaal omgegooid en het was ook echt een radicale bekering. En weet je, als jij mij een maand voor mijn bekering had gezegd van, weet je, dit staat er allemaal voor jou te gebeuren, had ik je echt voor gek verklaard. En voor mij is er op dit moment maar één vrouw meer in mijn leven en dat is Marjolein. En natuurlijk is mijn dochter Anouk er ook, maar uiteindelijk is er één vrouw voor mij en dat is Marjolein en voor de rest niemand. En natuurlijk is er nog steeds strijd in mij. Ik bedoel, het gaat niet allemaal vanzelf. Het gaat me vallen en opstaan. Maar weet je, ik weet gewoon dat ik ben een nieuwe creatie in Jezus. En ik zal nooit meer dezelfde persoon zijn als die persoon van toen. En dat is gewoon een feit. Maybe it's time to change.